Dank u wel, voorzitter. En ik wil graag twee moties voorlezen. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat het actuarieel genootschap en andere pensioenadviseurs aangegeven hebben dat het belangrijk is om de vastgestelde uiterlijke data voor het indienen van de transitie- en implementatieplannen te heroverwegen, om de kwaliteit van deze plannen te kunnen waarborgen. Verzoekt het nieuwe kabinet om deze signalen te bestuderen en in overleg te treden met de sector en waar nodig maatregelen te treffen om werkgevers en pensioenfondsen genoeg tijd en ruimte te geven om hun transitie- en implementatieplannen aan te leveren. En verzoekt de regering de Kamer hierover in het najaar te berichten. En gaat over tot de orde van de dag. En de tweede. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat deelnemers geen instemmingsrecht hebben bij invaren, terwijl ze normaal gesproken individueel bezwaar konden maken tegen omzetting van een vaste in een variabele uitkering. Constaterende dat de minister het bezwaarrecht onmenselijk vond en daarvoor in de plaats onder meer een hoorrecht voor organisaties van gepensioneerden en slapers heeft ingesteld. Constaterende dat het hoorrecht de individuele deelnemers geen handelingsperspectief biedt en juridische risico's bij het invaren vergroot. Overwegende dat er signalen zijn vanuit de AMBO, PCOB en de koepel gepensioneerden dat hoorrecht in de praktijk niet in alle gevallen voldoet. Overwegende dat momenteel een analyse wordt uitgevoerd naar de juridische en aansprakelijkheidsrisico's van het invaren voor de staat, pensioenfondsen, werkgevers en het rechtsstelsel, waarvan de resultaten in september worden verwacht. Verzoekt de regering onafhankelijk onderzoek te laten doen of het hoorrecht in de praktijk voldoet aan de wensen van deelnemers en ook juridisch voldoet. En de resultaten van het onderzoek binnen 5 maanden aan de Kamer te doen toekomen en gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door de heer Vermeer. Dank u wel. Mevrouw Jozef, u heeft daar een interruptie over van de heer Stultings, GroenLinks PvdA. Dank u wel, voorzitter. We hebben natuurlijk allemaal het coalitieakkoord gelezen. Er stond geen woord over pensioenen. Dat kan 2 dingen betekenen. 1, het is een vrije kwestie en er komen allemaal plannen uit de Kamer. Of 2, het is weggegeven en het is gewoon blijft zoals het is. En ik ben benieuwd om van NEC te horen welke van de 2 opties het nu is. Mevrouw Jozef. Dank u, voorzitter. En dank voor de vraag. Pensioenen is een vrije kwestie geworden. Daar zijn wij vanuit Nieuw Sociaal Contract erg blij mee, want dat betekent dat de BED nog verbeterd kan worden. En daartoe kunnen onder andere de Kamer en het kabinet initiatieven nemen. Dank u wel. Een vervolgvraag, wel kort graag. In dat geval ben ik heel benieuwd, want mevrouw Jozef is de politiek ingegaan om de wet aan te passen, heeft ze wel eens eerder gezegd. Wanneer kunnen we deze wetswijziging verwachten? Want de sector die is onrustig, die wil graag weten waar ze aan toe zijn. Wanneer komen deze initiatiefwetten van NSC? Mevrouw Jozef. Dank u voor de vraag. Wij willen vanuit Nieuw Sociaal Contract dit op een verantwoorde manier doen. We willen het kabinet nu de ruimte geven om naar ons te luisteren, naar onze zorgen die ik net ook heb geuit, en daar iets mee te gaan doen. En als ze dat niet doen, dan zullen we zelf met initiatief komen. Dank u wel, de heer Van Kent, SP. Ja, voorzitter, dan had ik ook verwacht dat er nu initiatieven zouden worden gepresenteerd. En in plaats daarvan krijgen we een motie voor een onderzoek naar het hoorrecht en dan binnen 5 maanden. Klopt het dan dat Nieuw Sociaal Contract de wet toekomstpensioen heeft weggegeven aan de onderhandelingstafel, aangezien er hier nu geen voorstellen liggen om echte wijzigingen aan te brengen? Mevrouw Jozef. Zoals eerder aangegeven, pensioenen is een vrije kwestie en wij kunnen vanuit de Kamer initiatieven nemen. En dat zijn wij vanuit Nieuw Sociaal Contract ook zeker van plan, als het kabinet niet zelf met initiatieven komt. Maar we willen het zorgvuldig doen. We willen de nieuwe regering de ruimte geven. We hebben ook een aantal dingen in de planning staan. Er komt binnenkort een rondetafelgesprek waarin we zullen horen hoe het met het hoorrecht gaat, met de koopkracht, met de communicatie. Allemaal dingen waar we zorgen over hebben. Daarnaast verzoeken wij in onze motie de regering om te gaan praten, zeg maar, met de verenigingen van gepensioneerden om te kijken hoe dat hoorrecht loopt. Want we hebben dus signalen dat dat niet goed loopt. En we hebben net een juridische analyse gestart vanuit de Kamer op verzoek van een motie van mij, waarin gekeken wordt of dat invaren niet grote risico's met zich meebrengt. En als het risico's met zich meebrengt, hoe groot de omvang van de risico's is. Dus of wij dat wel kunnen dragen. En dat zal ook naar het nieuwe kabinet gaan natuurlijk. En wij hopen dat zij daarmee aan de slag gaan. En anders komen wij zelf met initiatieven. Tot slot, de heer Van Kent. Ja, voorzitter, het vorige debat zei mevrouw Jozef van Nieuw Sociaal Contract, pensioenfondsen kunnen doorgaan met de transitie naar de WTP, naar het casinopensioen. Vandaag hoor ik, het is een vrije kwestie en de Kamer kan initiatieven nemen, maar zie ik vervolgens geen enkel initiatief vanuit Nieuw Sociaal Contract, behalve een onderzoek met een uitkomst over 5 maanden.
ik stel toch echt vast dat Nieuw Sociaal Contract hiermee de pensioenen hebben opgegeven. En dat ze bij de onderhandelingen hebben gezegd van nou, ga maar door met het casinopensioen, het kan ons niks schelen. Dank u wel. Mevrouw Jozef, tot slot. En wij blijven dag in dag uit knokken voor een beter pensioenstelsel. Dank u wel, mevrouw Jozef, voor uw inbreng namens Nieuw Sociaal Contract.